Dames en heren, fijn dat jullie er gewoon weer zijn. Het is voor mij zaterdagavond, voor jou hopelijk ook. Ik wil allereerst, voordat we beginnen, wil ik een dikke shout-out doen naar de vaste sponsor van de show. Focus Drink, heerlijk, drankje, top, vet. Je zal het voorbij de show wel voorbij zien komen, een logootje. Shout-out Focus Drink. We hebben in de Milan Knol Show hebben we 5 rondes. We hebben 2 deelnemers die tegen elkaar strijden om punten. En degene met de hoogste punten, die wint de Milan Knol Show aflevering. 2. Deelnemers mogen de chat niet gebruiken om te spieken en die mogen ook niet Google gebruiken om te spieken. Dat is vals spelen. Dus zie jij een deelnemer de hele tijd naar zijn tweede of derde scherm kijken, dan speelt hij misschien wel vals. Houd het goed in de gaten. Allereerst, de eerste deelnemer is mijn lieftallige familielid. Het is mijn broertje. Het is één van de grootste YouTubers van Nederland. Ik vind grootste! De grootste YouTuber van Nederland. Het is, dames en heren, Enzo Knol. Welkom. Type in de chat. Het is je boy Knolpoor. Ook wel bekend als Spider-Fan. Sick. Nice. Heerlijk. Ik heb er zin in. Ik ben vol met energie. Ik heb hier koffie. Ik heb nog energy blikje. Ik heb alles. Ik ga wel gaan. Oké, top. Klinkt goed, bro. Super fijn. De chat heeft geen idee, zie ik, wie je bent. Maar hè, daar komen ze in de show wel achter. What? De tweede gast heeft wellicht ook geen introductie nodig als je Enzo of mij goed kent. Dit is de man die ook meedeed met de Enzo Olympics. Iets wat Enzo had georganiseerd en laatst live was. En een man die kan springen op trampolines, flips doen, gekke dingen. Het is een lange man. Het is Lars Peterson. Welkom, Lars Peterson. Ja. Wauw. Met confetti komt hij binnen. Ik denk, jij hebt een confetti pak. Ik moet ervoor zorgen dat ik dan wel matchend bij jou ben. Ik vind dat top, man. Hey, respect voor Nicole zometeen, maar die gaat het opruimen. Nou, dat mag ik lekker zelf doen, hoor. Dus, okay. Ik begin alvast. Okay. Voor de mensen die jou niet kennen, stel jezelf even voor. Wie ben je? Ik ben Lars. Ik ben YouTuber, content creator. En ik doe domme dingen op het internet voor mijn plezier. De beide gasten, Enzo en Lars, mag ik een heftig, hevig applaus in de chat. Gooi even die hype erin. Gooi even die liefde. Want ja, dit is live. En ja, dit is de Milan Knol Show. Voordat wij echt gaan beginnen, is dit een beetje een eerlijke competitie volgens jullie? Enzo, wat denk jij? Is dit eerlijk? Jij tegen Lars? Yo, dames en heren, ik ben op dit moment live in de spelshow van Milan. Als jullie geen idee hebben wat het is, check even op het linkje. We gaan een spel spelen. Leuke dingen, wedstrijden. Zaterdagavond, kom erbij, klik op het linkje. We zijn live al nu, bro. Oh, wat is er? Vroeg je wat aan mij? Niks, maakt niet uit. De allereerste ronde, heren, dat is de CITO-toets. En de CITO-toets, dat is een ronde waarin je vragen krijgt die je wellicht kan krijgen bij een CITO-toets. En ik ga nu deze heren CITO-toetsvragen stellen. Als je een goed antwoord hebt, krijg je 1 punt. En aan het einde van de ronde gaan we zien wie de meeste punten heeft. Je krijgt 5 vragen in totaal, maar we gaan eerst naar vraag nummer 1. Welke 3 onderdelen heb je in een triathlon? Teken deze onderdelen. Het is al begonnen! Teken de 3 onderdelen die je hebt in een triathlon. Als je het op de juiste manier tekent, dan op de juiste volgorde. Komt die nu mee? Krijg je misschien ik heb heel die tekening al af. Joh, je hebt de tijd. Je hebt de tijd. Lars, jij bent al klaar, denk ik, hè? Ja. Zeker weten. Wat heb jij getekend, Lars? Ik heb een rennend poppetje, zie je? Allemaal wind. Ik heb een fietsend poppetje en ik heb een zwemmend poppetje. Oké, okay. Is dat de juiste volgorde ook van de triathlon? Zeker niet. Zeker niet, oké. Okay. Nee. Okay. Nee, dat had ik dus. Ik zeg al, ik was al klaar met mijn fiets op het moment dat jij dat zei. Ik was echt ja, maar je kan toch gewoon gummen? Je kan gummen in dat programma. Ja, maar zie je deze tekenskills? Maar goed, ik geef me gewoon over aan dit. Dit is het goede antwoord, maar niet in de goede volgorde. Ik, man van mijn woord. Oké, okay. Enzo, wat heb jij getekend? Ja, dit is legendarisch. Kijk, ik heb natuurlijk een zwemmend poppetje gebruikt. Ja. Hij gaat zo hard dat hij een beetje met zijn benen zelfs boven water komt. Triathlon is gewoon all about speed. Dan hebben we natuurlijk ik wil fietsen in het rood. Ja, wel handen aan het stuur natuurlijk. Hij kwam er nog maar net bij. Oh ja, hij heeft een beetje zo die handen vast inderdaad. Beetje, juist. Ja, ja. En we hebben de flash. Je ziet daarachter zie je ook de speed die hij heeft van de wind. En hij gaat alleen maar vooruit, daarom de pijl ook. Ja, dus zwemmen, fietsen en rennen. Is dat ook de
volgorde? Zwemmen, fietsen en rennen? Nee, ik zal heel eerlijk zeggen, dat kunnen de juryleden ook mee eens zijn. Ik heb eerst zwemmen getekend, toen heb ik het zwarte getekend, toen het rode. Dat is ook de volgorde, maar ik kwam een beetje ruimte tekort. Je hebt het goed. De volgorde had je eigenlijk goed getekend, hoe je het in het begin zei. Want de volgorde is zwemmen, wielrennen, hardlopen. Ja. Maar hey, jij bent eerlijk, zeg je net. Productie zag het ook. De volgorde is helaas fout. Maar je hebt wel een punt. En Lars, jij ook, bij de tekeningen. Yes! Hebben gewoon een punt. Dus goed gedaan, gefeliciteerd. Yes, applaus voor jullie. Ja, jullie horen het niet, maar het publiek gaat wild nu. Zijn jullie klaar voor vraag nummer 2? Yeah. Zeker. Vraag nummer 2 is... Hoe ziet de kandelaar menorah eruit? Die gemaakt wordt van massief goud. Enzo, die weet niet wat een menorah is. Wat is een menorah? Dat is aan jou om te tekenen. Lars, wat heb jij getekend? Een kandelaar. Een kandelaar. Ja. Ja, dus, lach nou niet de hele tijd. Wedden dat dit weer een goed antwoord is en jij weer zit te lachen. De bedoeling was een kandelaar met allemaal dingen omhoog. Een x-aantal en dan in het midden die staaf waar die op staat. In die rode balletjes kunnen dus de kaarsen. Ja, nee, ik begrijp helemaal wat je bedoelt. Enzo, wat heb jij getekend? Ja, nou, vroeger had je altijd zo'n schoteltje. En dat schoteltje... Dat... Ja, dan lach je mij uit. Nee, en dan had je zo'n Quasimolo. En die liep zo krom met zo'n schoteltje, met zo'n kaarsje erop. He, zo liep hij zo. Dat was Quasimolo. Ja, ik dacht in die tijdperk zitten we. Dus ik... Vet. Maar als we kijken naar beide tekeningen... En we gaan daarna het juiste antwoord er ook even bij halen. Want er is een juiste antwoord daarvoor. Ga je nu het goede antwoord zien in beeld. Dit is een menorah. Dit is een kandelaar. Ja, wie heeft het goed dan? Lars, gefeliciteerd. Je hebt een punt. Ik ga dit nooit meer vergeten, menorah. Menorah. Je hebt het nog steeds fout. Dan gaan we naar vraag nummer 3. En dat is een vraag die je op zelf mag tekenen of neerzetten of schrijven hoe je wilt. Vrij simpel vind ik persoonlijk. Hoeveel dagen heeft een schrikkeljaar? Hoeveel dagen heeft een schrikkeljaar? Daar krijg je 10 seconden de tijd voor, want hoef je niet zo heel lang over na te denken, denk ik. 3, 2, 1. Oké, we gaan naar beide tekeningen even kijken. Enzo zegt 364 en Lars zegt 365. Lars, vanwaar de 365? Ja, ik dacht dus, alle jaren hebben gewoon 365 dagen. Dus dan een schrikkeljaar of niet, heeft gewoon alsnog 365 dagen. Alleen het is gewoon schrikkel. Je schrikt ervan of zo. Ja, dat dacht ik. Ik kan je vertellen dat het antwoord 366 is. Dus ook Enzo met zijn 364 heeft het ook fout. Helaas. Wat? Het is 366 het antwoord. Dat zei ik net. Het antwoord is 366. Even een dag extra. Ja. Hè? Maar beide helaas niet goed. Dus beide helaas geen punten. Vraag nummer 4. Yeah, let's go. Kom maar op. En dat is een tekening. Want ik wil van jullie weten, hoe ziet een serenade eruit? En dan wil ik eigenlijk een soort hint geven. Nee, ik ga geen hint geven. Nee, doe het nou niet. Een hele bekende serenade. Ja, je bent het nu weer aan het voorzeggen, Milan. Nee. Dit zijn de momenten waar ik punten op kan pakken. We gaan even beide tekeningen erbij halen alvast. Ik geef jullie nog 5 seconden. Niet van elkaar spieken natuurlijk. Lars, wat heb jij getekend precies? Een dame op een balkon. En daaronder zat een man op zijn knie met een gitaar. Een liedje te spelen. En boven is Julia, onder is Romeo. En Romeo geeft een serenade aan Julia, omdat hij zo verliefd op haar is. Fantastisch, dat is gewoon helemaal goed. Ik geef je meteen een punt. Dat is fantastisch, dat is helemaal goed. Ja. Enzo, wat heb jij staan? Oh, wat erg. Ik dacht dat dat een soort van ter ere was van iemand dood. Ik heb een doodskist getekend. Hoe krijg je dit dan voor elkaar? En je bent familie, wat doe je? Ik dacht als iemand dood is, dan komen we met z'n allen bij elkaar om die persoon nog de laatste serenade te geven. Nee, dat was een condoliaans of zo, weet je wel. Oh. Lars, jij hebt een punt. Kunnen we misschien al, productie, dat weet ik niet, kunnen wij misschien al naar een eind scoren voordat we naar de allerlaatste vraag gaan? Ja, ja. 1 voor Enzo en 3 voor Lars. Ja, dus... ja, bedankt, team Enzo. We gaan naar vraag nummer 5. En vraag nummer 5 is weer een tekening. Je mag iets prachtigs gaan tekenen. Hoe ziet de vorm van de pastasoort varvaille eruit? En varvaille is een beetje op zijn Italiaans, maar het is eigenlijk farfalle, zoals de Nederlanders het zeggen. Hoe ziet de pastasoort
vervallen eruit. We hebben Lars, die heeft een... Het was een soort van vlinderachtig idee, ja, met puntjes zo. Ook. Heb jij dat ook, Enzo? Wat heb jij dan? Oh, ik heb een 4! Ik heb een 4, man. Ja, maar broer... Dat Hoe is lang geen vlinder. Dit is een vlinder! Kijk wat ik gebruik, bro! Oké, zet ze naast elkaar. Zet ze naast elkaar. Geef mij een pen en ik doe... Hoe alles. Is dit hetzelfde? Lars heeft zeker weten een punt en Enzo helaas jij niet. Wat? Nee, dat is geen vlinder. Ik maak een fucking vlinder! Nee, jij maakte een soort kussentje. Jij maakte dat kussentje. Die maakte jij. We gaan voor niet goed, want ik vind het echt niet op een vlinder lijken. Ik ga een ander shirt aantrekken. Is goed. Terwijl Enzo een ander shirt aantrekt, kunnen wij naar een eindscore toe. Van 1 Enzo naar 4 Lars. Dus een applausje is wel op zijn plek. Dankjewel. Ja, applausje. Jazeker. Als het goed is, Enzo, heb jij nu een nieuw shirt aan? Ja, what the fuck? Ik had een shirt van jou aan. Hier, doe nog liever mee met de Oprah-show. Oké. Lars, is het voor jou moment nu om ook een ander shirt aan te doen? Misschien een... Zal ik het even doen? Ja, dat goed, weet joh. Ik niet. Ja, turtle. Kijk dit, er zit ook gewoon een schild op de achterkant, hè? Echt ziek. Wat vet. We gaan naar ronde 2. En ronde 2, dames en heren thuis, is wat is het waard? En in deze ronde... gaan wij de deelnemers een vraag stellen en iets laten zien in beeld wat ik heb gekocht, wat ik zelf in mijn bezit heb en wat vrij uniek is of wat iets is dat je niet zomaar 1, 2, 3 koopt. En daarvan moeten de deelnemers een prijs gokken. De ene deelnemer mag zeggen hoeveel het is, een afgerond getal. Je mag als deelnemer mag je een vraag stellen. Allebei mag je één vraag stellen over het product en dan kan ik je die informatie geven zodat ik kan helpen. We gaan beginnen met de allereerste gast Enzo. Die mag zelf zeggen wat hij denkt, omdat hij achter staat. Het allereerste product is een bamboe mondkapje. Dit bamboe mondkapje is een beschermend, herbruikbaar, uitwasbaar en ultrazacht mondkapje. Dus het is niet zomaar een mondkapje. Deze kan jij minimaal 8 uur dragen. Dit is vooral voor mensen met een geïrriteerde huid. Je kunt hem dan zo opdoen. En deze kan je 30 keer wassen. Dus het is ook nog eens lekker herbruikbaar. Het blijft ook lekker cool, dus het is niet een normaal mondkapje. Nee, het is een bamboe mondkapje. Jij mag een prijs geven aan dit bamboe mondkapje. Hoeveel heb ik deze gekocht? Maar voordat we dat doen... 7 euro. Voordat we dat doen, luisteren! Voordat we dat doen... Maar je mag eerst een vraag stellen over het product, zodat het misschien jou kan helpen. Zat ik dichtbij? Niet die vraag. Heb je ook verschillende kleuren van dit product? Wat heb je daar nou weer aan? Weet ik veel. Ik heb deze gewoon gekozen. Nou, ik ben gewoon geïnteresseerd. Vast wel. Oké, 7 euro. Lars, jij mag nu een vraag stellen. Oh. Is bamboe duur om te kopen? Als je een bamboe plant, ja. Enzo, noem mij een rond getal wat jij denkt dat dit bamboe mondkapje waard is. 8 euro. 8 euro. Dat wordt nu ingevuld, 8 euro, ja? Ja, doe maar. Oké. Lars, is dit hoger of is dit lager? Hoger. Dit is hoger. Een bamboe mondkapje. Ja. Dit bamboe mondkapje is, moet je goed opletten, is 9,99 euro. Maar... Ik heb hem gekocht in de aanbieding. En dat is wat telt, want ik heb hem gekocht. Ik heb hem in bezit. En ik heb er een andere prijs voor betaald. Namelijk 5 euro. Ja! Ja! Dus dat betekent dat Enzo een punt krijgt. Sterker nog, Enzo krijgt 3 punten. Want je krijgt 3 punten per goed antwoord. Dus, ja, maar gefeliciteerd Enzo. Nou, als je nu nog vindt dat jij net genaaid bent. Nou, dan word ik nu... Lars! We gaan naar het volgende product. En het volgende product... Lars, nu mag jij een allereerste gok doen. Mag jij gokken wat het product waard is. Ik zal het product er even bij pakken. Ook dit heb ik in bezit. Het is uiteraard een fantastische, niet meer in verpakking, fiets. Een klokfiets. En deze klokfiets is van Kensington Station, Londen, 1879 staat erop. Lars, heb jij een vraag hierover? Zeker, zeker, zeker. Heb jij deze gekocht in een soort van zo'n souvenirwinkeltje waar ze allemaal... Dan hebben ze een fiets met een klok, een auto met een klok, maar ook... Ze alleen maar van dat soort troep verkopen. Troep? Dus jij vindt dit troep? Oh, nee. Ik heb dit in bezit, hè, zei ik net. Ja, nee, dit snap ik. Het komt uit je woonkamer, bro. Hoeveel word je troep? ja, niet nodig. Ik heb dit uit zo'n warenhuiswinkel, zeg maar. Waar je allemaal van die prutsdingetjes hebt, inderdaad. Enzo, duidelijk. Wat is jouw vraag? Kan die ook echt fietsen? Nee.
Oké, okay. Lars, je mag een gok doen. Wat heb ik hiervoor betaald? 25 euro. 25 euro. Mooi rond bedrag. Ja, al de achterlijk duur. En zo. Hoge. Ja, want het is Kensington. En dat is die band. Die heeft hun eigen klok uitgebracht. En die is echt duur. Dit is niet van de band Kensington, maar is goed. Hoger dus. Hoger dan 25 euro. Het is 34,99 euro. En zo heeft het weer goed hoor. Wat verdorie. Dus laten we even kijken naar de tussenstand. Want hoeveel is het nu voor wie en wie heeft er de meeste punten? Het is een comeback van Enzo. Ongelooflijk, chat. Kijk hoe zit in die zuurpruim. 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 Het is toch niet over, hè? Het is een tussenstand. Dus Nee. Ik versprak me net ook met eindstand. Het is een tussenstand, is dat. Oké, ronde 3 puzzelen. Ik ga het even kort uitleggen aan jullie deelnemers, maar ook aan de kijkers thuis. 1 punt per goed antwoord. En dan denk je, hè, 1 punt per goed antwoord? Ik snap het niet zo goed. Nou, de puzzel bestaat uit 9 stukjes. En deze 9 stukjes hebben allemaal een kleur. Groen is makkelijk, oranje is moeilijk en rood is heel erg moeilijk. Maar op de rode vakjes zitten wel de belangrijkste stukjes van wat er achter de puzzel zit. Achter de puzzel zit namelijk een AI-generated picture, oftewel een AI-gegenereerde plaatje of gegenereerd plaatje, die je dus online op de computer maakt met... Jullie kennen het wel, jullie hebben het nieuws ook al gezien. Dus het is een heel uniek plaatje en het kan iets zijn dat niet één woord is. Dus het is iemand die iets doet misschien. Of vorige keer bij de aflevering 1 hebben we namelijk een bruine beer die een broodje aan het smeren was. Laten we de puzzel in beeld brengen. De persoon met de laagste punten die mag beginnen. De punten die staan nu nog naast jullie, maar dat zijn de punten voor deze puzzel. Volgens mij, de laatste keer dat ik checkte, was Lars degene met de minste punten. Dus Lars, zeg het maar. Welk puzzelstukje wil jij graag zien en welke kleur vraag? Nummer 5. Wat was het eerste dier in de ruimte? Een... Nu zeggen. Kakkerlak. Fout. Het was namelijk een hond. En deze hond heet Laika. En dat was in 1977 gelanceerd door Rusland de ruimte in. Dus helaas, sorry, fout. En zo, welk puzzelstukje wil je? 1. Hoeveel tijdzones zijn er in de wereld? Denk nu aan je favoriete getal. En zo, Lars, ook jij moet je mond houden. 12. 24. 12 is fout, want een dag heeft 24 uur en de aarde is zeg maar 24 uur. Dus de tijdzones, hè, plus 1, min 1. Dus het zijn 24 tijdzones. Lars, welk puzzelstukje wil je? Nummer 2. Hoe worden de zogenoemde liefdesappels ook wel genoemd? Tortelduifjes? Nou ja, een tortelduifje is niet eetbaar. Een liefdesappel wel. Oh, het moet iets... Oké, ja, top. Ik heb het opgefokt. Ja. Het goede antwoord is tomaten. 7. 7. Oké. Okay. Wat is het... Sorry. Gezondheid. Wat is het tegenovergestelde van analoog? Analoog. Digitaal. Digitaal. Dat is helemaal goed. Zo. Dat is helemaal goed. Nummertje 7 verdwijnt van de puzzel zoals je ziet. Je mag ook meteen een gok doen, want je hebt het antwoord goed. Je mag ook zeggen, ik wil niet gokken, want anders geef ik Lars misschien informatie over hoe ik denk. Maar dan moet je wel weer een... Oké. Dat is fout. Nek je die? Lars, jij mag het zeggen. Welk nummer wil je? Ja, nummer 4, want ik heb het idee dat daar iets vrijkomt wat ik moet weten. Nummer 4 is, welke schilder sneed een stuk van zijn oor af? Vincent van Gogh. Dat is helemaal goed, Lars. Dat is ontzettend goed. Het is natuurlijk een makkelijke vraag. Wat zien we? Wat is het complete plaatje? Het kan dus ook, zeg maar, meer zijn, hè? Dan alleen bijvoorbeeld, hè, nek. Ja, punt. Een man met een kat. Dat is wat ik zie. Hoe dan? Je ziet daar dan een pootje bij 8 zo, dat kleine streepje. Je hebt het gewoon fantastisch fout. Ik was echt hyped, hè. Ik dacht, ja, eindelijk is een keer wat gepresteerd, maar nee. Nee, sorry, je hebt het helaas fout. We weten nog niet genoeg. We zien een man volgens Lars, maar wie weet ziet Enzo wel wat anders. Enzo, welk puzzelstukje wil jij graag 8. Zien? Waar worden vrouwen het oudst in de hele wereld? Noem een land. Griekenland. Welk land? Griekenland? Ja. Hoe oud worden ze daar, denk je, gemiddeld? Boeit me niet. Oké. Okay. Het was ook fout, dus het boeide mij ook niet zo heel veel. Het is namelijk Japan. Ze worden daar gemiddeld 87 jaar. Lars, welk nummer wil jij? 5. Waar worden mannen het oudst in de hele wereld? In welk land? Ik denk dat dat is in Zweden. Hoe oud worden ze daar, denk je? Ik denk gemiddeld 84.
Je zit wel... Friesland, wat zeg jij nou? Je zit wel redelijk in de buurt. Het is IJsland. En daar worden ze gemiddeld 81 jaar. Maar ik was helemaal niet ver weg. Maar niet dichtbij genoeg. Nee, daarom. Maar ja, het is een moeilijke vraag ook. Dus dat kies je zelf voor. Enzo, vertel. Welk nummer 5. Oké, nummertje 5. Daar gaan we weer. Moeilijke vraag. Ja, ik kan twee keer hetzelfde. Piet Mondriaan is een schilder. Kunstenaar. Maar wat tekende hij precies? Gezichten. Nou, ik had deze dus geweten, jongens. Lars, vertel maar dan. Ja, gekleurde vakken. Met allerlei groottes en dingen. Ja, een soort van vierkanten inderdaad. Gekleurde abstracte vakken. Abstracte kunst. Klopt, maakt niet uit. Lars, vertel. Ja, ik ga voor 2. Wat betekenden de Romeinse cijfers M, C, M? Dat betekent... 420. Je was ook al te laat, sorry. Want ik zag het antwoord al zo duidelijk in de chat staan. Het is namelijk een 1900. Enzo, ja. Ook nummer. Nummer 5. Bij hoeveel centimeter spreekt een gynaecoloog over een volledige ontsluiting? 8. En wat is een ontsluiting? Je kut wordt groter voor de geboorte. Oké, ja, dat had net weer gekund op zich. Yeah. Bro, we zijn hier... Je vraagt aan mij. 10 centimeter is het goede antwoord, dus helaas. Ah, bro. Ja, bro. Met 8 kan het ook. Met 8 kan het ook. Maar dan is het niet volledig. Dan is het, hè? Dan heb je kortsluiting. Ja. Ik denk dat elke vrouw in de chat op dit moment zat. Oh, kan dat nou? 10 toch? Lars, welke nummer wil je? Ja. Nou, doe maar 5. Wat betekent de afkorting USB? Uitsluitend zonder ballen. Zonder? Ja, sorry man. Maar als ik niet snel genoeg ben, dan... komen dat allemaal andere dingen in mijn hoofd. Dus ik denk, probeer het snel te zeggen. En toen kwam er dit. Oké. Het is Universal Serial Bus. 5! Ja. Nummer 5! Verrassing. Ja hoor, kom maar op. Naar welk metaal wordt het land Argentinië vernoemd? Naar welk metaal? Ja, naar welk metaal wordt het land Argentinië vernoemd? En ik ga je helpen. Het komt Iron. Af. Ik ga je helpen en dan praat je al. Waarom praat je dan door mijn hint heen? Lars, kies nummer 5. Het is fout. Het was namelijk zilver. Het is afgeleid van het Latijns woord argentum. Wat zilver betekent. Ik wil... Ja? Ja, ik doe maar 6. Een spin is een insect. Fout. Je mag een gok doen. Wat denk jij te zien bij dit AI gegenereerde plaatje? Een man in een bitcoin mining centrum. Ja, met een frikandel. Ik vind hem heel origineel. En een kat. Het kan, maar het is helaas fout. Jammer. Sorry. Nummer 3. Hoe heet het ruimtestation waar André Kuipers verbleef? NASA? Het ruimtestation heet ISS. Lars, vertel. Ja, hey, snel was dat. Doe maar 5, want die heb hij net niet gehad. Nummer 5. Oké, okay, ja. Gaan we weer. In welke provincie liggen de beroemde Mergelgroeven? Dat weet ik, Maastricht. Welke provincie? Welke provincie ligt Maastricht? Ja, Limburg natuurlijk. Heel dan, goed, dat is gewoon goed hoor. Je hebt gewoon het antwoord goed. Ik kan je er echt alles over vertellen. Hè? Wat, hij heeft gewoon het antwoord goed? Ja, tuurlijk heeft hij het antwoord goed. Nou, dat nummertje is weggehaald, dus vertel, wat zien we? Een man met snor die een ijsje eet en dat filmt. Is niet helemaal wat ik zoek. En zo, wat ben je aan het typen? Wacht even, dit gaat niet goed. Wat ben je aan het typen? Ik ben in de familie-app aan het typen dat ik genaaid word door jou. Okay. Opa en oma kijken ook, hè, volgens mij. Ja, opa zegt wel moeilijke vragen soms, zegt hij. Zelfs opa, ja, hij is gewoon 30 jaar leraar geweest. Duits, alles. Die man kan Romeins, alles. Die kan Latijns inderdaad praten, ja. Of schrijven of lezen, of iets in die richting. En mama kijkt trouwens ook. Hoi, mam. Ja, ik vind hem gewoon goed, maar nee, jouw antwoord, het is niet helemaal wat ik zoek. Enzo, vertel. Welk nummer wil je zien? Nummer 8. Nummer 8, jij wil weten wat achter nummer 8 zit. Nee, ik wil gewoon een moeilijke vraag. Oké, okay. Mickey is een muis. Mouse. Heel goed. Oh, ja. Donald. Ja, punt. Donald is een eend. Duck. Wat voor dier is Goofy? Wat voor dier een is Goofy? Nee, dat is Pluto. Pluto is een hond. Wat is Goofy dan? Goofy loopt op twee voeten, toch? Ik weet niet wat Goofy is dan. Goofy is een dingo.
Ja, dus gewoon een hond. Nee, hij is een dingo. Als dingo een soort hond is, is het gewoon een hond. En als fucking Maastricht goed is, want Limburg, dan is fucking dingo ook een hond. En als dit niet zo is, dan loop ik nu weg van deze talkshow. Live show. Ga je weer een ander shirt aan doen? Wat ga je doen? Bro. Je hebt het goed. Oké. Maar het is een dingo. Je hebt het goed, is goed. Applaus, hè. Oké, jongen. Dat gezeik, man. Jongen. Ik ben erin. Je krijgt een puntje erbij, omdat je het vraag goed had. En je mag meteen een gok doen op de puzzel. Dus vertel, wat zie jij? En het is een soort van, volledige zin, is het? Ik weet niet, Lars is. Oh, je gaat ook geen gok doen? Wauw. Welke nummer wil je zien, Lars? 3. Daar hebben wij de volgende vraag bij. En dat is, in welk land ligt het Baikalmeer? Het diepste meer ter wereld. IJsland. Fout, helaas. Ja. Het is Rusland. Enzo. Welk nummer wil jij? Nummer 9. Wat is, en dit is eigenlijk, ik weet dat dit moet jij kunnen weten en zo, want ik weet dat vroeger dit jouw lievelingsdier was. Wat is de grootste soort in de tijgersoort? De Siberische tijger? Dat is helemaal goed. Wat ongelooflijk. Geluk dat jij deze vraag krijgt. Top. Nou, vertel, je mag een gok doen. Je hebt een punt en je mag een gok doen. Nee, ik doe geen gok. Oké. Lars, welk nummer wil je zien? Ja, ik wil graag nummer 3 zien. Hoeveel vierkante meter gaat er in 1 vierkante kilometer? 1000. Dat is incorrect. Ik meet nooit shit, ouwe. Helemaal geen kilometers. Het is 1 miljoen. Enzo, welk nummertje wil je? 2. Wat is de enige giftige slang die voorkomt in België en in Nederland? Adder. Dat is ongelooflijk, het is gewoon goed. Het is gewoon goed. En je mag ook, naast dat je een punt krijgt nu, mag je een gok doen. Nee. Welke wat gok je? Hij weet mijn algemene kennis, hè. Dus hij zegt, hij kan al die puzzels uitspelen en dan zijn gok doen. Dus... Als je het goed raadt, krijg je 3 punten. Dus je mag een gok doen. Nee. Oké. Lars, welk nummer wil je zien? Waarom doet hij geen gok, joh? Ja, ik wil dan nummer 3 zien. Wat is een ander woord voor het noorderlicht? Avondlicht. Nee, het is aurora. Ik kom er gewoon, ja, aurora. Ik had het geweten, maar alles in mijn hoofd ontploft op zo'n moment en dan komt het er niet meer uit. Ongelooflijk, de druk is niet normaal. Nee. Enzo, welk nummertje wil je? Is dit tactisch of zo? 3. Nummertje 3. Wat is het nationale dier van Canada? Een goose. Een goose. En dat is het Nederlands voor? Wat bedoel je? Ja, moes. Moes is het nu ineens. Nee, goose. Het is goose. Het is goose. Wat is een goose? Een rendier. Een rendier. Oké. Lars, wat denk jij? Het is een eland. Het is een eland. Oké. Het is allebei fout, sorry. Het nationale dier van Canada is een bever. Ik wist het ook niet. Welk nummertje wil je, Lars? Doe nog maar weer 3. Ja, daar zit iets wat ik wil weten. Dat snap ik. Wat is groter? En als jij ook zegt hoe groot... Hij dan... doet niet aan opmeten, zei hij net. Ja, maar dat is helaas wel de vraag. Tennisbaan of een volleybalveld? Wat is volgens jou groter? Shit. Een tennisbaan is groter. Want hoe groot? Ik zou zeggen 50 meter, maar ik durf het niet precies te zeggen. Het is altijd een... Is het 50 vierkante meter dan wat je bedoelt? Want je hebt... denk gewoon, van de ene kant naar de andere kant is een tennisbaan 50 meter en een volleybalveld volgens mij 25, maar kan ik mis hebben. Je hebt het antwoord goed. Het is inderdaad tennisbaan. Maar een tennisbaan is 24 bij 11 en een volleybal is 9 bij 9. Dus... Je zit er vrij ver naast met je schatting, maar oké. Wat zien wij hier? Wat is deze aan het doen? Je ziet hier een man die een ijsje eet, vervolgens gefilmd wordt. Ja, dit is echt een heel moeilijk object, maar ik zeg gewoon dat het de camera is en hij heeft zijn vingers gekruist. Ja, maar dat is te logisch wat je zegt. Je zit zo erg in de goede richting, maar het is eigenlijk een zin die ik zoek. Van, oh, wat, ik ben te groot. Ja, je denkt gewoon te simpel. Je denkt, ja, het is een ijsje, een man, een camera. Ja, dat klopt inderdaad. Okay. Maar wat is het? Ik moet zeggen wat jij getypt zou hebben. Ongeveer. Want wat je nu zegt is te logisch, maar het moet iets zijn. Laatste kans. Man eet iedere dag ijs en maakt hier docu van. Nee, dat heb ik niet ingetypt om een AI-gegenereerd plaatje te krijgen. Nee. Shit. Enzo,
Op een of andere manier gaat het nog naar jou. Dit is echt de langste ronde die we ooit hebben gehad. Vertel. Moet ik raden of moet ik... Je moet zeggen welke puzzelstukje je wil wegspelen. Ja, dan mag je pas gokken. Dan pas mag je gokken. Toch? Ja, nou, 3. Helaas, die hebben we niet meer. Lars, welk puzzelstukje wil jij weg hebben? Nou, dan wil ik 5. Hebben we die nog? Nee, ook niet meer. Enzo? 8. Oké, Enzo, we gaan naar 1. De vraag is, wat is de langste slang ter wereld? Anaconda. Dat is fout. Het is een python. Lars? 1. Ja, fijn. Dankjewel voor het meewerken. In welke provincie ligt de stad Gouda? Gouda ligt in... Noord-Holland. Zuid-Holland. Ah, fuck. Ja, ergens daartussenin. Kaas. Ja, sorry, nummer man. Nummer 1. Welke bekende reggae-zanger staat bekend om het gebruik van marihuana? Bob Marley. Dat is helemaal goed. Je vraagt Gouda en dit. Ja, maar het is allebei makkelijk. Ja, maar... Hey, professioneel ex-smoker. Enzo, je mag een gok doen. Wat zie jij? Wat zien wij? Ja, we zien een man die een ijsje eet met 2 vingers die zichzelf aan het filmen is. Nee, vind ik niet goed. Wat ik letterlijk heb ingetypt, maar wat ook inderdaad... Vlogger eet ijs had ik ook goedgekeurd. Ik had ingetypt, cameraman eet een ijsje, houdt een ijsje vast. In ieder geval het woord cameraman is wat ik sowieso zocht. We laten even de tussenstand zien aan de kijkers thuis. Want we zitten namelijk op dit moment in ronde 3 puzzelen. En als je goed kijkt, zie je Lars Peterson met 8 punten. En Enzo met 12 punten. Dus mag ik een daverend applaus in de chat... Mag ik een hype? Mag ik een applaus? Mag ik een easy clap? Ontzettend goed. Een comeback van Enzo vanuit de eerste ronde. Maar geef de hoop niet op als je er voor Lars bent in de chat. Wij gaan nu naar de vierde ronde. En de vierde ronde in deze Milan Knol Show is... Wat is het nieuws? De 2 deelnemers gaan een verzonnen nieuwsbericht uitbeelden, verzinnen, bedenken. En zij moeten dan met behulp van een plaatje en een koptitel... waar het nieuwsbericht over gaat, een minuut lang proberen iets te improviseren. Dus laten we de studio ingaan en kijken hoe het met mijn journalisten is. Hallo, journalist hallo. Enzo, Knol en Lars. Hallo. Hallo, hallo. Ik ben op locatie. Alles oké? Ja, zeker, zeker. Hier is alles fijn. Ja, alles gaat goed, Milan, hier. Alles gaat goed. Top. Fijn, fijn, fijn. Goed om te horen. Ja, dankjewel. Het is een beetje vertraging op de lijn, volgens mij. Ja, dat klopt. Volgens mij vertraging, man. Maar het gaat hier lekker. Ja, er zit bij mij ook in translator tussen. Dus het is... Nog langer. Lekker, man. We zien hierboven... zien wij de Milan Knol Show staan. En daar komt zometeen een afbeelding komt daar te staan. Je krijgt tijdens jouw nieuwspraatje krijg je 2 afbeeldingen. En er wordt een afbeelding begonnen. En dit wordt laten zien. Daarna, na 30 seconden, komt de tweede afbeelding in beeld. Maar ik ga jullie wel een handje helpen. Want als jij een nieuwsbericht moet verzinnen... dan is het wel belangrijk om een titel te hebben en daarover iets te kunnen zeggen. Belangrijk voor de chat is, dat jullie er live bij zijn, is dat jullie aan het eind mogen stemmen wie het beste nieuwsbericht had. Enzo, wil we gaan beginnen? Ja. Dat is helemaal goed. Enzo, dan heb ik voor jou de volgende titel die in beeld komt. En dat is namelijk het nieuwskopje De supermarkten verdwijnen. Dus, wat gaat er gebeuren? De supermarkten verdwijnen. Hoe? Wat? Vertel. We snappen het niet. We weten het niet. Enzo, begin. De tijd gaat lopen zodra je de minuut in het scherm ziet staan. Want die moet even in het scherm gezet worden. En dan zie je meteen het plaatje. Kun je gaan beginnen. Start ik het nieuws item. En daar gaan we. Ben je er klaar voor? Ja. Top. Let's go. Dames en heren, dit is ongelooflijk. Ik krijg zojuist gefluisterd in mijn oortje dat de supermarkten gaan verdwijnen. Het is ongelooflijk. Ik bedoel, moet je nou achter mij kijken? De mensen die rennen de supermarkten in en uit. Er zijn al 8 knokpartijen geweest. Mensen die beginnen elkaar te slaan met frikandellen. Ze spuiten met mayo. Ze hebben de wasmiddel uit de schappen gehaald. En ze zitten elkaar ook gewoon te wassen op dit moment. Het is ongelooflijk. Elke supermarkt, dames en heren, verdwijnt. Zelfs de eekhoornen zijn bij elkaar gekomen. En die hebben allerlei soorten producten uit de schappen gehaald. Jullie kennen natuurlijk alle supermarkten hier in de buurt. We hebben Anne Fleur, we hebben Frikandelletje, we hebben Dirk. We hebben natuurlijk ook Dikke Jaap. We hebben allerlei soorten supermarkten die gewoon verdwijnen. Dus ik denk dat we met z'n allen nu naar de Noah's Ark boot moeten gaan. Want het is ongelooflijk wat hier gebeurt. Mensen zijn aan het hamsteren. Het is één groot gekhuis. Ik moet er vandoor. Ik moet ook nog de boodschappen doen.
Perfect, ik vind het fantastisch. Het is een ontzettend heel goed, informerend nieuwsbericht. Ik vraag me wel af, welke supermarkt bedoel je met Dikke Jaap? Welke is dat? Wat is dat? Wat verkopen hun? Zij verkopen de dikste boodschappen voor de dikste korting. Oké. Okay. En de eigenaar is Jaap. Ja, dat heeft niks met een dik iemand te maken, maar gewoon dikke korting van Jaap. Ja, nee, oké. Okay. Het is niet obesitas Jaap die de directeur is. Nee. Oké, okay, begrijpelijk. We gaan eerst even het nieuwskopje in beeld brengen voor de tweede kandidaat, of eigenlijk de tweede nieuwslezer. En dat gaan we ook vrij snel doen. Lars, het koptitel is kunstenaar gebruikt gras. En dat is natuurlijk iets heel erg unieks, want hè, waarom zou je gras gebruiken voor kunst? Het wordt al gebruikt waarschijnlijk, maar we gaan er meer over weten, want Lars gaat ons namelijk vertellen wat er wordt bedoeld met kunstenaar gebruikt gras. Zodra het minuutje in beeld komt, dan mag jij beginnen, Lars. Laten we gaan. Een hele goede avond, dames en heren. Welkom hier live vanuit Alkmaar. We zijn hier niet in de studio die je net hebt gezien. Nee, we zijn hier in een studio van een kunstenaar. Een kunstenaar die gras gebruikt om daarmee bepaalde kunstwerken te maken. En zoals je achter mij kan zien hier op de grond, jullie zien het niet goed, maar hij is al bezig geweest. En hij heeft nog een voorbeeld. Wat gebeurt er? Hij heeft mijn hoofd gemaakt op gras. Het is ongelooflijk. Oh. Kijk eens wat voor kunst hij gooit. Hij doet het al vanaf het jaar 2000 en is sinds de opkomst van social media heel erg bekend gegaan. Is viral gegaan en hij gebruikt daarom ook speciale scharen. Je ziet het, mijn baard is helemaal in model. Genoeg over mij, want de hulp die hij krijgt bij het maken van deze kunst is door een Schotse hooglander. Okay. Schotse hooglanders eten het gras. En doordat zij het gras eten, het vervolgens uitpoepen, kan hij dat over de grond smeren. Krijg je veel groene gras terug en maakt die mooie kunst zoals jullie net hebben gezien. Fantastisch. Wat een ongelooflijk goed nieuwsbericht, Lars. Wat een timing ook. Wauw. Zit in je bloed, hè? Of zit er niet? Het is niet normaal. Wij kunnen dus deze studio als goed is verlaten. En dan kunnen wij even naar het scherm waar wij een volledige poll kunnen starten. En dan kan de chat kiezen over wie het mooiste, beste, leukste nieuwsbericht heeft gepresenteerd. Dus kunnen wij de poll in beeld krijgen, productie? Is dat mogelijk? Jazeker is dat mogelijk. En dat betekent dus dat de chat nu 1 mag typen voor Enzo en 2 voor Lars. We sluiten de poll en we kijken even wat de chat heeft gestemd. De chat heeft gestemd op Enzo, dus de chat gaat nu helemaal los. Want Enzo, jij hebt gewonnen met dit nieuwsbericht. En dat betekent dat jij 3 punten erbij krijgt. Mag ik even de tussenstand? Want ik ben heel erg benieuwd naar de punten nu. Als het goed is, heeft de productie die allemaal bijgehouden, heel netjes. En mag ik dan een daverend applaus voor Enzo met 15 punten, maar ook Lars met 8 punten? Ja, zeker, chat. Het is niet slecht. Het is bijna een verdubbeling van punten, maar wie weet komt het nog goed. Wie weet komt het nog goed. We gaan in de Milan Kroll Show naar de laatste ronde. En de laatste ronde is ronde 5. En dat is antwoord en vraag. Ja, zeker. Het antwoord zien wij hier onder in beeld. En het antwoord is meer dan 2000 per dag. De vraag die bij deze wordt gesteld is: hoeveel fietsen werden in 2021 in Nederland gestolen? Hoeveel criminelen worden er wereldwijd onschuldig verklaard? En hoeveel calorieën moet een kind van 13 jaar of jonger eten? Dus één van deze vragen is is de goede vraag op dit antwoord hier beneden. Je mag per juist antwoord dat je geeft, krijg je 3 punten. Jullie mogen allebei een vraag stellen. Degene met de hoogste score, die mag als eerst. En degene met de laagste score mag ook gewoon hetzelfde zeggen. Dus als je twijfelt, mag je ook gewoon zeggen: nee, ik doe gewoon wat hij doet, want hij doet het toch altijd goed. Enzo, jij hebt de hoogste punten, dus zeg het maar. Het is hoeveel fietsen werden er in 2021 in Nederland gestolen? Lars, wat denk jij dat het goede antwoord is? Heb jij hetzelfde? Of, Ik ga voor hoeveel criminelen worden er wereldwijd onschuldig verklaard? Omdat de vraag hierboven en daaronder zijn best wel easy. Van oké, dat is gewoon niet iets diepzinnigs. En criminelen, onschuldig, wereldwijd. Hè, dat zijn woorden waar je toch bij na gaat denken over wereldzaken. Ik ga voor die. Het juiste antwoord, het goede antwoord, gaan wij nu zien. Productie, mag ik... Kijk, het is... zoveel fietsen werden er in 2021 in Nederland gestolen. Ja, helemaal top. Lekker hoor. Helemaal goed. We gaan naar een volgende antwoord en vraag. Het is €91,33. Maar wat is €91,33? Is het... wat verdient een gemiddelde Nederlander per dag? Wat verdient Max Verstappen per minuut? Of is het... wat zijn de gemiddelde parkeerkosten in Amsterdam?
En dan hebben we het over de gemeente Amsterdam. Ik zeg, wat verdient Max Verstappen per minuut? Oké, okay. Okay, je gaat voor de parkeerkosten in gemeente Amsterdam. Ja, dat doe ik gewoon, ja, want dat kan wel echt prijzig zijn. Misschien is het zelfs wel duurder, hoor, trouwens. Maar... We gaan nu de productie laten zien wat het goede antwoord is. En het goede antwoord is... My man, Max Verstappen voor de Dit win. Dit verdient Max Verstappen per minuut wel. Lars, je hebt het goede antwoord. Een applausje voor Lars in de chat, hoor. We gaan even naar de eindscore en kijken wat jullie hebben. Jullie hebben namelijk... Dit is wel echt de eindscore. Oh, want yo! Lars, je hebt 11 punten nog gehaald. Dat is zeker een applausje waard, dames en heren. Mag ik een applausje voor Lars? En mag ik een applausje voor de winnaar? Enzo Knol, 18 yes. punten. Ja! Lekker. Ontzettend goed, gefeliciteerd. Enorm, enorm bedankt beiden dat jullie meededen. Laten we even naar het scherm gaan waarin de beide gasten gewoon in beeld zijn. Dankjewel. En Enzo, wil jij nog iets kwijt aan het publiek? Wil je nog iets zeggen voordat wij afsluiten? Ja, ik wil iedereen bedanken voor de support. Ik heb genoten, fantastisch. Ik ben inderdaad een beetje moe, maar dat mag de pret niet derven. En ja, ik moet werken aan mijn tekenen. Het misschien een beetje. En Lars, wil jij nog wat zeggen tegen de kijkers? Als laatste, ja, als afsluiting. Nee. Als laatste, als afsluiter. Kijkers, een beetje rivaliteit hoort erbij je. En wel respect, Milan. Je hebt wel echt iets vets in elkaar gezet. Iets wat er denk ik in Twitch Nederland nog niet is. Eigenlijk nog nergens in Nederland. Dus voor de chat die loopt te haten op lek of op andere dingen. Dit is echt insane moeilijk om te produceren. Dus shout-out naar Milan. Dankjewel. Dat wordt gewaardeerd. We hebben inderdaad zeker een maand, al is het niet twee maanden, gewerkt in dit project om alles uit te schrijven en te doen. Dus dankjewel, het wordt enorm gewaardeerd. Applausje voor de deelnemers nogmaals. Chat, super fijn dat jullie er waren. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik wil jullie een enorme shout-out geven voor het abonneren of voor het bits. Bedankt voor de support. Dus nogmaals even één keer deze tune. Oeh. Bedankt. Gooi wat liefde in de chat. En graag tot de volgende keer. Doei doei.